Hoewel Michael P. in 2011 was veroordeeld voor een ernstig zedendelict, werd in de daaropvolgende jaren niet in kaart gebracht welke risico's van hem uitgingen en hoe groot de kans was dat hij opnieuw een ernstig delict zou plegen. Dit concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar het detentieverloop van Michael P. In oktober 2017 werd Michael P. aangehouden in verband met de vermissing van Anne Faber en, naar later bleek, het verkrachten en om het leven brengen van de jonge vrouw. Een aantal jaar eerder was Michael P. veroordeeld voor een ernstig zedenmisdrijf. De behandeling die hij in detentie onderging richtte zich vooral op agressie en drugsgebruik. Zijn ernstige zedendelict uit 2010 werd hier niet in betrokken en raakte gaandeweg steeds verder uit beeld. Bij de overplaatsing van de gevangenis naar de forensische instelling in Den Dolder werd niet alle relevante informatie overgedragen, volgens justitie mede doordat Michael P. daar geen toestemming voor gaf. Eenmaal in de forensische instelling verliep het toekennen van vrijheden opvallend snel en routinematig. Na anderhalve maand mocht hij zonder begeleiding naar het dorp. Er werd niet gekeken welke risico's dit met zich meebracht. Het OM werd ten onrechte niet betrokken bij het toekennen van vrijheden en het verlof werd niet altijd ter goedkeuring voorgelegd aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook de gemeente Zeist was niet op de hoogte dat Michael P. in Den Dolder resocialiseerde. Michael P. kon zijn eerste stappen in vrijheid zetten zonder toezicht van de reclassering en zonder dat werd nagegaan of dit gevaar zou opleveren voor de omgeving. De forensisch-psychiatrische keten is een ingewikkelde keten. Een keten met heel veel schakels. Juist dan is het van belang dat er een goede informatieoverdracht plaatsvindt. Dat van de een naar de ander geen informatie verloren gaat. Het gaat om ernstige delicten vaak. Delicten die ook een recidive kunnen impliceren. Een goede analyse van de kansen op recidive is van groot belang. In zijn algemeenheid moeten de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de keten nog eens heel scherp worden onderscheiden. En daarbij moet niet vergeten worden dat bijvoorbeeld gemeenten, waar uiteindelijk na vrijlating een gedetineerde terechtkomt, dat die ook op een goede wijze betrokken wordt. Het gaat erom om een betere balans te vinden tussen de behandeling van de gedetineerde en de maatschappelijke veiligheid.